Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van F1 2020 My Team Career Mode voor aflevering 25 hier in Spanje. Ronde nummer 5 in seizoen 3. Heb jij aflevering 24 in Nederland gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze kunt zien. Het kan rechtboven het i'tje, klik erop en dan zie je die video verschijnen. Ben je nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Like de video als je hem leuk vond, dislike hem als je hem niet leuk vond. Volg me ook even op de sociale media, mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. En dan gaan we gewoon lekker door met de kwalificatie voor de Grote Prijs van Spanje. We zijn inmiddels aanbeland in Q1. En kijken of we misschien door kunnen komen naar Q2. De baan is wel irritant om op te rijden, want op sommige momenten moet je gewoon niet die curbzones pakken. En soms heb je gewoon een moment overstuur dat je de auto bijna kwijt bent. Dus het wordt nog wel lastig om hier een goed rondje neer te zetten. Of een goede run neer te zetten. En moet inderdaad een toptijd noteren. Volgens mij was het een 1.15.6. Ik weet niet zeker of ik dat goed zeg, maar hey, boeien. We moeten ons gewoon lekker focussen op onze eigen kwalificatieronde in Q1. Latifi rijdt daar wel een klein beetje in de weg. En het gaat ons wat tijd kosten. Het is een P8 met een 1.16.1. Dat is op dit moment volgens mij niet goed om door te kunnen komen naar Q2. Dus we gaan het nog een keer proberen op een gebruikte set softbanden. We winnen wel wat met de delta, maar het is maar een tiende. Verliezen we hier wat weer tijd. Groen in sector 1, groen in sector 2. Komt daar een verbetering aan? De vraag is... Jazeker, P15, we pakken Russell. En dat is dus voldoende om door te kunnen komen naar Q2. Russell er dus uitgeduwd. En wij moeten nu gaan kijken... Ja, wat het nu gaat opleveren. Of we misschien door kunnen komen naar Q3. Maar de auto is nog geen topauto. Terwijl Carlos Sainz een 1.15 zoveel laat noteren. Want Racing Point heeft ons volgens mij weer ingehaald. In de Research and Development boom. Dus daar moeten we ons gaan focussen om die P3 weer terug te pakken. Maar eerst Spanje natuurlijk afmaken. Q2, onze eerste run, en het is een P7 met een 1.15.7. Dit is dus een P8, want Bottas zet een 1.14.6 neer. Q2 is alweer bijna afgelopen. We gaan onze laatste run in van dit kwalificatiedeel. En nu draait het erom of wij door kunnen komen naar Q3. We staan op dit moment op een P12. We smokkelen wat met de tijd en met de baan om die tweede bocht wat af te snijden. Maar de FIA laat het toe. Dat is goed. 2/10 zitten we onder de tijd van Pierre Gasly. De vlag hangt bijna uit. Groen in sector 1. Groen in sector 2. We staan op een P7. Is dat voldoende om door te kunnen komen? Nee. We zijn doorverwezen naar P13. Dat is jammer. En twee auto's hebben het gered op de mediumband. Drie man volgens mij op de mediumband. Maar helaas niet door naar Q3. We starten dus vanaf P13 in aflevering 25 van F1. My Team Career Mode. Daar gaan we dan voor de Grote Prijs van Spanje.
Welcome along then to what promises to be another fascinating Spanish Grand Prix, a race which saw Max Verstappen win on his first ever appearance with the Red Bull team in 2016. This after the dramatic coming together of Lewis Hamilton and Nico Rosberg on the first lap. Will we see more moments for the scrapbook here today? It's a sellout crowd of 140,000 here today as we await lights out for the 730-metre sprint down to turn one of this 2.9-mile racetrack. Overtaking is challenging through these 16 corners, but there's still a lot of high-speed excitement to be found, including the flat-out turn three and the terrifying blind right of turn nine. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. An immense lap from Lewis Hamilton yesterday puts him on pole position, and Valtteri Bottas will line up alongside. As we continue through the rest of the grid today, we have Verstappen, Albon, Sergio Perez, and Sainz, Gasly, Ricciardo, Norris, and Lance Stroll, Vettel, Ocon, the Professor, and Kvyat, Magnussen, Giovinazzi, George Russell, and Nicholas Latifi. Matsushita, Grosjean, De Vries, and Charles Leclerc completes today's grid order. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track and... Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Nou, het doel is dus een top 10 finish, maar ja, ik ben benieuwd of het ook gaat lukken. We starten in ieder geval op de medium compound. Dus wij gaan langer door dan de rest van het veld. Een eenstopper, medium, hard. Geen regen voorspeld, dat is heel goed. En dan gaan we gewoon beginnen voor carrière aflevering 25 hier in Spanje. We starten vanaf P13. En we zijn onderweg. En we komen al goed weg. Beter dan Ocon, beter dan Sebastian Vettel. Twee plekken al gewonnen bij de start, dat is heel goed. Kunnen we hier helaas nergens naartoe. Kijken we aan de buitenkant van Lando Norris en Lance Stroll. Dat lukt helaas niet. Dus het is P11. En wat ik net al zei. Ja, wij starten als enige op de mediumband. Dat kan je in de prullenbak gooien. Want de meeste jongens zitten op de mediumband buiten de top 10. We kijken hier mooi aan de buitenkant van Lando Norris. Die inhaalactie is geslaagd. Heel goed gedaan. En is de volgende Lance Stroll. Maar goed door bocht 1 heel gekomen en tot nu toe ronde nummer 1. Stroll rijdt op die soft compound, wij rijden dus op de medium band. En we rijden nu in de punten. P10 is het op dit moment voor ons. Een divebomb maken naar Lance Stroll. Hem laten staan. Wij duwen en P9 is van ons. Goed gedaan. Dan heet de volgende Daniel Ricciardo. We remmen iets te diep naar Ricciardo toe. En dat gaat ons wat tijd kosten. Denk ik. We zitten inmiddels in ronde nummer 3 alweer. En volgens mij rijdt Lewis Hamilton van Valtteri Bottas weg. Track limit waarschuwing voor het afsnijden van die bocht. Dat moeten we niet te vaak doen. Is Ricciardo hier dan gezien? We rijden er wel naartoe. Nee, helaas niet. Ricciardo nog niet gezien. Ricciardo duikt naar binnen. Hetzelfde geldt voor Gasly. Wie nog meer? Bottas duikt naar binnen. Sainz duikt naar binnen. En wij gaan ook even door op die medium banden. Hetzelfde geldt voor Lewis Hamilton, Max Verstappen en Alexander Albon. En dat gat is al best wel groot naar de beide Red Bulls, ongeveer 10 seconden. Dat gaan we denk ik niet dichtrijden. We moeten gewoon onze eigen wedstrijd rijden. En in ronde nummer 13, jezus, in ronde nummer 13 ga ik naar binnen voor... mijn laatste pitstop van de dag naar de harde band. De vraag is, waar komen wij terecht? De pitwindow was nu ook open. Dus een perfecte timing.
Kom op. Goed zo. 2,4 seconden had dat sneller gekund. En we komen helaas achter dat groepje auto's te zitten die nog naar binnen zal moeten gaan en die langzaam rijdt. Dus die gaan ons denk ik ophouden. En die gaan ook Carlos Sainz ophouden. Die rijdt trouwens op de medium band. Ik weet niet of hij dat vol kan houden in de wedstrijd. Daar gaat dan Matsushita naar binnen. Klein momentje overstuur op de exit. Fiat is ook naar binnen. Ocon is naar binnen. Vettel naar binnen. En wij gaan die allemaal voorbij. En we rijden naar Carlos Sainz toe. Maar die rijdt op een zachtere compound. Ik weet niet of George Russell al naar binnen is gedoken. Ik hoop van wel. Baars in sector 1, 14e sneller dan onze beste tijd. Dat is heel goed. En Sainz zit klem achter George. Dus we kunnen er mooi naartoe rijden. Beetje grind meegepakt, maar dat is niet zo erg. DRS beschikbaar gesteld. Overtakeknop ingeschakeld. We kunnen alleen naar Sainz toe rijden. Hier dan een andere lijn pakken dan de Spanjaard. Nee, dat lukt helaas niet. Want we kunnen nergens naartoe. We duwen hem als het ware vooruit. Terwijl Lewis Hamilton een 1.17.5. Sorry. Een 1.17.9 laat noteren. Bottas een 1.17.6 laat noteren. En Russell en co. duiken allemaal naar binnen voor hun laatste pitstop. We hebben gewoon twee momenten overstuur. En dat is niet goed. Ronde nummer 18 inmiddels. En ook Carlos Sainz duikt weer naar binnen. Valtteri Bottas is naar die harde band gegaan. En we komen op P4 weer terug de baan op. Omdat Sainz en Bottas naar binnen zijn gedoken. Het gaat tot nu toe heel goed. Banden zien er nog keurig uit. Daar hoeven wij ons geen zorgen over te maken. Ronde nummer 23. En Valtteri Bottas is naar ons toegereden. Valt ook aan. Doet daar gewoon even een dummy. En is ons voorbij. Maar we remmen diep naar Bottas toe. Laten hem staan en pakken hem mooi terug via de buitenkant. En dus is P4 dus weer van ons. Wel leuk dat de AI nu ook dummies doet. Had ik niet verwacht. 14e langzamer in sector 1, maar dat is niet zo erg. We nemen een kortere lijn. Om te zorgen dat we meer afstand nemen van Valtteri Bottas. En Sebastian Vettel is naar P6. Bottas zit maar op een halve seconde van ons. Dus hij gaat zometeen weer aanvallen, denk ik. Momentje overstuur. En Bottas kan gelukkig niet aanvallen. Mooi. Ronde nummer 25. We rijden iets te wijd. Komen terug die baan op. Raken Valtteri Bottas. Gasly is uitgevallen in de wedstrijd volgens mij. We krijgen een waarschuwing vanwege het toucheren met Valtteri Bottas. En Bottas moet gewoon nog een keer naar binnen voor een extra pitstop. En Gasly staat stil in sector 1. Heavy damage to the front wing of the car behind. It should be much slower. Ja, dat begrijp ik, want Bottas heeft ons gewoon geraakt. En hij duikt ook naar binnen. Valtteri Bottas naar binnen gedoken voor zijn tweede pitstop van de dag. Gele vlak vanwege Gasly die daar stilstaat. En we kunnen weer racen. Verstappen zit trouwens bij Lewis Hamilton te kijken. Die gaan nu sector 3 in. Dus dat belooft nog wat. Met nog 7 ronden te gaan in de wedstrijd. En wij rijden gewoon keurig op die P4. En als het zo eindigt, dan hebben we weer een fantastische wedstrijd gereden. Van P13 naar P4. Dat vind ik heel knap. De motoronderdelen van de
de motor natuurlijk, die zien er niet zo goed uit. Lewis Hamilton zet een 1.17.3 neer. En ik denk dat we in Monaco die onderdelen gaan vervangen. In Monaco komen er dus nieuwe onderdelen aan van de motor. Dan gaat die TC en die MGU K of H of noem maar wat op. V, voor mij apart. Die gaat er dan uit. En hopelijk kunnen we in Monaco misschien toeslaan. Maar ik ben bang van niet, omdat die baan mij niet ligt. Ik speel op een controller en dan is het heel lastig te rijden. De AI is daar gewoon veel sneller dan mijzelf. En je kan niet inhalen in Monaco. Helaas, paars in sector 3, 2/10 sneller en we zetten een 1.17.9 neer. Gap to teammate behind is 30.9 seconds. Ja, boeien wat het gat naar mijn teamgenoot is. Ronde nummer 33, de laatste ronde loopt inmiddels voor de grote prijs van Spanje. Lewis Hamilton gaat die wedstrijd gewoon winnen, want Verstappen komt helaas te kort. En wij gaan dus finishen op P4. Mogen we hartstikke tevreden zijn, want we kwamen vanaf P13 en dan te eindigen op P4 vind ik reuze knap. Lewis Hamilton is dus de winnaar geworden. Hij neemt grotere stappen verder in het WK. Ik denk dat wij helaas dit seizoen niet kunnen strijden om de titel. Het zag er in het begin wel heel mooi uit toen we in Bahrein gelijk de openingsrace wonnen. Maar ik denk dat we dat gewoon uit onze kop moeten zetten. Helaas pindakaas, maar deze wedstrijd mogen we niet vergeten. Een prima wedstrijd. Af en toe te zien met Valtteri Bottas, maar ja, dat hoort er gewoon bij. En dan gaan we ze opmaken voor de volgende wedstrijd in Monaco. Alright, race over. Take care of the car on the way in. Another Spanish Grand Prix is over, and what a special race it was. Tell me, Ant, how did they manage to achieve this win? I think a large part of the result comes down to temperament. They were able to keep their heads when everyone around them was losing theirs, and that's allowed them to get the best out of the car, to maximize the strategy, and to stay out of trouble. And I can see the drivers starting to approach the podium for the victory celebrations. A real team victory today. Everybody played their part. Congratulations then to Mercedes, your race winners today. De uitslag van de wedstrijd, Lewis Hamilton pakt dus overwinning nummer zoveel van Mighty Career Mode Season 3. Max Verstappen naar P2, Alexander Albon naar P3, ontzettend dus naar P4. Russell naar P11. No change in the top spot, but with today's points, their hold on the lead is getting weaker. Meanwhile, Ferrari have improved their position. Even kijken wie er is uitvallen. Ja, Gasly dus. En Bottas pakt wel het snelste raceronde, maar niet het extra punt is op een ronde gezet door Lewis Hamilton. Oei, pijnlijk. Hamilton nog steeds bovenaan. Albon naar 2 op 11 punten. Ontzettend dus naar P5. En Russell naar P9. En het achterstand op Lewis Hamilton bedraagt is gewoon groter en groter aan het worden. Red Bull pakt ons bij de constructeurs voor die P2, maar dat is helemaal niet erg. 19 punten verschil is het namelijk met onszelf en Lewis Hamilton. Nou, we zijn weer terug bij het oude mensen. Dit was de video mensen. Ik hoop dat je genoten hebt. Heb jij genoten? Beloon het dan met een like. Heb jij niet genoten? Beloon het dan met een dislike. Ben je nieuw op mijn kanaal en wil je meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content zien? Druk dan op de abonneerknop en schakel ook een lekker belletje aan, zodat je geen enkele video meer van mij mist. Reageer wat er beter kan moet worden. En ja, reageer of je het leuk vond. Volg me even op de sociale media. Mijn gebruiksnamen staan in de beschrijving. Dit was de Gianal mensen. Tot de volgende keer bij F1 2020 My Team Career Mode. Ik ga verder in Monaco.